Hartelijk welkom vanmiddag. Ik geef u vanmiddag een lezing over de Lodewijkstijlen in de lange 18e eeuw. Vereniging Hendrik Keizer heeft een heel rijk bezit waarin vrijwel alle bouw- en interieurstijlen vertegenwoordigd zijn. En hier ziet u in beeld de grote zaal van Huis van Brienen in Lodewijk de 14e stijl. Ik zal u in deze lezing meenemen langs de drie Lodewijkstijlen van de lange 18e eeuw. Maar eerst wil ik een soort van waarschuwende opmerking maken. Stijl is natuurlijk een interessante manier om te kijken naar het bezit van de vereniging. Maar in de moderne kunstgeschiedenis zijn er ook allerlei andere benaderingen mogelijk. Bijvoorbeeld, we kijken tegenwoordig ook naar de ruimtelijke ontwikkeling van het huis, naar de wooncultuur, naar de sociale context, naar de opdrachtgevers, naar de opdrachtssituatie, de bouwkundige structuur, de rol van ambachtslieden en architecten bij het tot stand komen van een huis. En natuurlijk naar allerlei technische en materiaaltechnische ontwikkelingen. Dus stijl is maar een klein deel van het gereedschap wat we hebben in de kunst- en architectuurgeschiedenis. En een tweede waarschuwing is dat die aanduiding van die stijlen, dus Lodewijk de 14e, Lodewijk de 15e of Rococo, Lodewijk de 16e of neoclassicisme, dat zijn allemaal etiketten die later zijn bedacht. Dus die zijn niet uit de tijd zelf. En het is ook eigenlijk niet zo dat stijlen keurig in tijdvakjes te verdelen zijn, maar soms bestonden ook dingen naast elkaar. En er waren ook allerlei andere ontwikkelingen. En zo sprak men in de tijd zelf, in de 18e eeuw, niet over rococo, dat is een term van later tijd, maar men had het over nieuw modisch of ornamenten naar de nieuwste zwier of zelfs à la Pompadour. Dus neem die termen niet al te serieus. Ze zijn handige hulpmiddelen om panden te dateren en om meubelen te dateren. Maar er is veel meer dan stijl. Dat wilde ik vooraf zeggen. Nu neem ik jullie graag mee op een reis door de 18e eeuw. Langs de drie Lodewijkstijlen. En ik doe dat met enige vaart door de tijd. We moeten daarvoor eigenlijk beginnen nog in de 17e eeuw. En wel in Vaux-le-Vicomte in Frankrijk. 1661 gebouwd. En hier gebeurt iets heel bijzonders. In opdracht van de minister van Financiën van de jonge Lodewijk de 14e, een man genaamd Nicolas Fouquet, wordt een luisterrijk slot gebouwd. En het bijzondere aan dit slot is dat architectuur, interieurs, Je microfoon ging per ongeluk uit. Ik ben er nog. Nou, ja. Wat ik wilde zeggen is dat het hier dus voor het eerst in nauwe samenhang de architectuur, de interieurs en de tuinen worden ontworpen. En dat gebeurt onder leiding van een driemanschap. De architect Louis Levaux, een schilder en decorateur Charles Lebrun en de tuinarchitect André Lenôtre. En het resultaat van hun werk en van de coördinatie van wat zij doen is verbluffend en vorstelijk. Dat slot dat wordt gebouwd rondom een ovale zaal en aan weerszijden omgeven door appartementen. En alles is op elkaar aangepast binnen een strakke ordening. Het paleis is rijk gedecoreerd met stukwerk, schilderingen, wandbekleding, tapijten en meubels. En dat gebeurt allemaal in samenwerking met elkaar. En daarvoor is er coördinatie nodig. En hier neemt deze Charles Lebrun, schilder, decorateur, die neemt daarin het voortouw. En hij ontwikkelt, zoals je zou kunnen zeggen, een nieuw soort beroep. De zogenaamde dessinateur. Iemand die het totaalontwerp overziet. Dit huis heeft een indrukwekkende tuin met allerlei parterres. En die zijn ingericht
in dezelfde vormen als die je in het huis tegenkomt. En er is een enorme as door de tuin die gericht is op die centrale ovale salon. Nou, dit slot dat wordt geopend met een ballet van Molière. En er is enorm vuurwerk waarbij het slot zelf als een soort van decorstuk fungeert. Lodewijk XIV, de zonnekoning, die is te gast bij zijn minister van Financiën. En die bekijkt het en die is natuurlijk onder de indruk. Maar tegelijkertijd is hij ook wel geschrokken. Want hij heeft het gevoel dat hij overstegen wordt door zijn minister. En het moet ook vast tot stand zijn gekomen door een enorme corruptie. Dat hij dit kon betalen. Dus Lodewijk XIV die laat Nicolaas Fouquet de dag daarna in de gevangenis slaan op beschuldiging van corruptie. Maar wat hij vervolgens doet, is hij neemt dat hele team dat Vaux-le-Vicomte heeft gemaakt in eigen dienst. En die overzien vervolgens de grote bouwprojecten van hemzelf. Daaronder de ingrijpende verbouwingen van het jachtslotje Versailles. En later ook de bouw van Les Invalides en van Place Vendôme in Parijs. Nou, die architectuur die wordt dan vernoemd naar de zonnekoning Lodewijk XIV. Of die is later vernoemd naar de zonnekoning Lodewijk XIV. En die staat geheel in het dienst van representatie en status van de koning. Verheerlijken van de monarch. En tot in het kleinste detail wordt alles op elkaar afgestemd. Van de interieurs, de meubelen, tot zelfs het bestek, de kledingstukken, de rijtuigen, de theaterdecors, etc. En bij die nieuwe benadering van architectuur, zou je kunnen zeggen, speelt dat nieuwe beroep, de dessinateur, een grote rol. Vaak is die opgeleid als schilder of als gravuremaker. Een goed voorbeeld daarvan is deze Charles Lebrun. Lodewijk XIV die zet een grootschalige verbouwing van Versailles op touw. En ook daar zien we weer een strakke geometrische ordening, rijke decoraties, illusionistische schilderingen en een verbinding tussen het gebouw met de geometrische aanleg van de tuinen. De zichtassen vanuit het paleis die worden zelfs doorgetrokken tot in de stadsaanleg. Die Charles Lebrun die ontwierp onder andere voor Versailles de zogenaamde Escalier des Ambassadeurs. U ziet hem hier linksonder. En hier werden de vertegenwoordigers van de Europese landen ontvangen door de koning. In het midden van het trappenhuis was een groot beeld, of hier een groot beeld van Lodewijk XIV geplaatst. En het was allemaal vormgegeven in de kostbaarste marmersoorten en imitatieschilderingen. Een enorme effecte van trompe-l'œil. Aan weerszijden van de koning ziet u schilderingen van de belangrijkste veldslagen uit zijn tijd. En daartussen, in een soort van perspectief geschilderd, staan exotische figuren die vanaf een balkon toekijken. En dat zij verbeelden de verschillende werelddelen. En let u vooral op, ze staan daar als aan het balkon met een soort van draperie die over het balkon is gehangen. Dit is alles geschilderd, maar dit zal nog veel navolging krijgen. Dit interieur, wat niet meer bestaat, heeft wel grote invloed gehad. In de omgeving van dit Franse hof, daar groeit een zekere Daniel Marot op. En Marot die zal een belangrijke rol spelen in de introductie van deze Franse invloeden op het interieur in Nederland. Marot die wordt opgeleid als gravuremaker en ontwerper bij zijn vader Jean Marot, die ook weer architect en gravuremaker is aan het hof van Lodewijk XIV. En daarmee komt de jonge Marot als 15, 16-jarige in contact met het hof en heeft hij kennis van de laatste ontwikkelingen in het interieur daar. De Marots, dat is een protestantse Franse familie. En in 1685 wordt het zogenaamde Edict van Nantes herroepen.
Het edict van Nantes dat gaf godsdienstvrijheid al sinds de 16e eeuw in Frankrijk. En Lodewijk de 14e die herroept dat. En dat heeft tot gevolg dat er een enorme stroom vluchtelingen op gang komt. De zogenaamde hugenoten. Die vluchten uit Frankrijk. Het gaat om een 50.000-tal mensen, vluchtelingen. En een groot deel daarvan die komen naar de protestantse Hollandse Republiek. Waaronder het gezin Marot. Zij komen in 1686 naar de Hollandse Republiek. Sinds het rampjaar 1672 is Willem III stadhouder in Holland. Hij trouwt in 1677 met Mary Stuart. En deze Willem en Mary die spiegelen zich aan Lodewijk de 14e. En Willem de Derde is de grote tegenspeler van Lodewijk de 14e op het Europese toneel. En met name vanaf 1689, want dat is 3 jaar na de komst van Marot naar Holland, dan worden William en Mary gekroond tot koning en koningin van Engeland. Daniel Marot is de juiste man op de juiste plaats en die wordt al snel opgemerkt aan het hof van Willem de Derde. Hij treedt in particuliere dienst van de koning en krijgt allerlei opdrachten van de koning en van belangrijke adellijke families rondom de koning, zoals de Bentincks en de Keppels. Het werk en ook de gravures die Marot maakt, die krijgen grote invloed op het chique interieur in de Republiek. Nou, de grote bouwopdracht van koning Willem III, of stadhouder Willem III, is de verbouwing van het Loo. Het is een samenwerking tussen de architect Jacob Roman, dat is de hofarchitect, en Daniel Marot, die zijn stempel drukt op het interieur en de Franse tuinen. En de tuinen als een echte dessinateur, zoals we gezien hebben bij Versailles. En op het Loo zie je dan ook een vermenging tussen de stijl van het Hollandse strenge classicisme en die Franse invloeden uit Versailles. En dat zie je vooral in het interieur. En dat zal kenmerkend zijn voor de Lodewijk de 14e stijl in ons land. In het interieur ziet u hier rechts een groot trappenhuis met allerlei optische trucs om dat trappenhuis nog groter en vorstelijker te laten lijken. Het is in een strenge architectuur geleed met allerlei doorkijkjes. En hier zie je weer zo'n balkon met een aantal exotische figuren die over een balustrade naar beneden kijken met daarop een draperie geschilderd. Alles suggereert enorme dieptewerking. Het is gewoon in het platte vlak uitgevoerd. U ziet het hier beneden geschilderd, maar er ontstaat een enorm ruimtelijk effect. En wat daar ook nog eens een keer aan bijdraagt, is de schildering tegen het plafond van een hemel. Een hemelkoepel. En dat zal later nog veel nagevolgd worden, ook in de huizen van de rijke burgers in de grote steden van ons land. Marot krijgt allerlei opdrachten van intimie aan het hof. En bekende voorbeelden daarvan zijn onder andere Slot Zeist, Huis de Voorst, de Trèvezaal op het Binnenhof. En dan na 1702, dan breekt in Holland, dan is Willem III is overleden, breekt bij ons het tweede stadhouderloze tijdperk aan. En dan zijn er eigenlijk geen grote hofopdrachten meer. Maar er zijn wel allerlei opdrachten van de elite in de Hollandse steden. En die nemen de Lodewijk de 14e stijl in hun huizen over. In Den Haag en Amsterdam realiseert Marot allerlei spectaculaire interieurs. Een voorbeeld daarvan is links Huis Schuilenburg aan de Lange Vijverberg in Den Haag, uit 1717. En van buiten is het heel ingetogen. Maar Marot die volgt daarbij het Hollandse gevelmodel. Maar hij concentreert er allerlei decoraties bij op de middenas van het gebouw, rond de entree. Nou, dat gevelmodel met die zware nadruk op die middenas, dat zal eigenlijk de hele 18e eeuw, ook in de stijlen die hierna komen, nagevolgd worden. Nou, van binnen zijn de interieurs vorstelijk en Frans van inspiratie. Rechts ziet u het stadspaleisje Huis
Huguetan, ook in Den Haag. En daar werkt Maro samen met een Vlaamse ontwerper, beeldhouwer, genaamd Jan-Peter van Bouwerscheid. En die levert al het beeldhouwwerk van de gevel. En die van Bouwerscheid is heel actief in de omgeving van Antwerpen, maar ook in Zeeland, in Middelburg onder andere, waar hij voor allerlei adellijke, katholieke en protestantse families opdrachten uitvoert. Dus het is niet alleen Maro, die stijl die verspreidt zich ook steeds breder. Ook onder stukwerkers en beeldhouwers. Hier ziet u werk van de beeldhouwers Jan en Ignatius van Lochteren. Die een groot atelier hadden in stukwerk en beeld- en steenhouwwerk. Links ziet u Bekenstein, buitenplaats, verbouwd in 1718 voor Jan Trip de Jonge. En bij Bekenstein zijn de rekeningen van Ignatius van Lochteren bewaard gebleven voor het beeldhouwwerk en het stukwerk. Ook hier weer krijgt de middenpartij sterk de nadruk met zeer plastisch beeldhouwwerk. En dat wordt ook herhaald in het interieur met prachtig stukwerk. Rechts ziet u Herengracht 539. Een huis dat voor dezelfde familie in hetzelfde jaar ook verbouwd wordt. En daar ziet u dezelfde stijlkenmerken. Nou, die stijl die krijgt een hele brede toepassing. En het is vooral in de interieurdecoraties en de luxe producten dat die Franse invloed zo groot is. Dit soort producten werd geïmporteerd uit Frankrijk en krijgt navolging bij allerlei lokale ambachtslieden. En die invloed die komt ook tot stand door de gravurereeksen die Maro zal gaan uitgeven. In het midden ziet u daar voorbeelden van. Dat zijn gravures door Maro gemaakt, met boven ontwerpen voor bedtextiel en onder een ontwerp voor een grote spiegel. Links ziet u een stoel in de Maro-stijl in het Rijksmuseum, uit de collectie van het Rijksmuseum. En rechts ziet u iets uit de collectie van de vereniging, een schouw met spiegel in Huis van Brienne. Dit zijn geen ontwerpen van Maro, maar het zijn wel duidelijk door zijn stijl beïnvloede ontwerpen. De grote vernieuwing in de 18e eeuw is de toepassing van stucplafonds en van gebeeldhouwd stucwerk op de wanden. Stukwerk was een veelgebruikte decoratie in de 18e-eeuwse huizen. Vanuit Ticino in Zwitserland kwamen allerlei stukwerkers naar Noordwest-Europa. Dat waren Italiaans sprekende Zwitsers, met name als Laghi, Luraghi, Bollina, Castoldi. En die decoreerden ook in ons land met name plafonds, trappenhuizen en wanden. De 17e-eeuwse balkenplafonds die verdwenen achter dit stukwerk. En dat eerste stukwerk dat is heel zwaar. Dat is heel zwaar aangezet met allerlei allegorische voorstellingen. Naast die Italianen waren er ook wel Nederlanders, zoals de Van Lochterens, en ook wel Duitse stukwerkers actief. En hier ziet u een voorbeeld van een zekere Christian Wittenbacher, die uit Duitsland afkomstig was en die het stukplafond in de gang van het gemeenlandshuis op de Diemerzeedijk in Amsterdam heeft gemaakt. Enorm overladen, met de vier winden, zon en maan, afgebeeld. En rondom een grote Neptunus. U kunt het bekijken, het is met enige regelmaat opengesteld. En rechtsboven ziet u een gravure van een stukplafond door Maro. De decoraties zijn altijd symmetrisch bij dit soort ontwerpen. En ze zijn heel zwaar aangelijst met zware lijsten, met symmetrische krullen en vaak ook ruitpatronen. En het middenvak was ofwel bedoeld om op te vullen verder met stukwerk of met een geschilderd plafondstuk, dus met een doek. Rechtsonder ziet u een stuk plafond in een huis van ons op het Frederiksplein in Amsterdam uit 1735 met afbeeldingen van Venus en Adonis. En ook hier let op die enorme zware krullen en het eigenlijk nergens
iets leeglaten, het vullen van de gehele ruimte. Een voorbeeld van die printreeksen van Marot is de Blauwe Kamer op Nijenburg in Haarlem. Een buitenplaats die u ook kunt bezoeken. En die buitenplaats die werd in 1729 gemoderniseerd in opdracht van Maria van Egmond van de Nijenburg. Zij was een van de rijkste vrouwen van Noord-Holland in haar tijd. En erfgename van zowel de families van Egmond van de Nijenburg als van de familie van Foreest. En zij liet Nijenburg verbouwen en op de Belle Etage kwam deze kamer tot stand, die waarschijnlijk bedoeld was als haar representatieve ontvangstruimte. En in die tijd plaatste men in zo'n kamer een groot hemelbed. Dat was het belangrijkste meubelstuk in het interieur. Die wandopbouw in die Blauwe Kamer, die is geheel uitgevoerd in die Marot-stijl. Opnieuw, het is geen ontwerp van Marot, maar het is wel een, je zou kunnen zeggen, iemand die beïnvloed is door Marot. Rechts zie je een gravure van Marot en die geleding van die wand, die kom je hier ook tegen. Dus met die rechte pilasters die hier ook zitten, de ronde spiegel met daarboven een schilderstuk wat de vorm van die spiegel volgt en rijk gedecoreerde lijsten en lambriseringen. Die kamer die is geschilderd in Pruisisch of Berlijns blauw. Dat was een synthetisch pigment dat vanaf het begin van de 18e eeuw uitgevonden was in Berlijn. En dat zo'n 20 jaar later een ware rage werd in het Nederlandse interieur. Dus dan zie je erg veel blauwe kamers en ook wel groene kamers die afgeleid zijn van blauw. Dus een blauwe kleur gemengd met een okergeel. De grisailles die boven afgebeeld zijn in deze kamer zijn gemaakt door een zekere Jan Hoogzaat en die verbeelde het goede bestuur over Nijenburg door Maria van Egmond van de Nijenburg. Een voorbeeld van de ingrijpende moderniseringen die de stedelijke elite doorvoert in hun woonhuizen is de gevel en het interieur van Huis van Brienne in Amsterdam. Dat werd in 1728-1733 gemoderniseerd in opdracht van de familie Rutgers. En van een relatief eenvoudig 17e eeuws huis met een trapgevel werd dat omgetoverd tot een rijk patriciershuis gericht op status en representatie. Nou, die gevel is geheel uitgevoerd in zandsteen en uitgevoerd met fijn gedecoreerd beeldhouwwerk. En typerend hiervoor is ook weer de symmetrische opzet. Alhoewel de deur links van het midden zit, waar de gang achter ligt, ligt de nadruk in de gevel geheel op de middenpartij. Met zeer rijk beeldhouwwerk in dit Bentheimer zandsteen. Er zijn decoraties met ruitpatroontjes, met bloemslingers. En die komen ook weer terug in het interieur op het houtsnijwerk van de deuren, van de lambriseringen, van de spiegels en in het stukwerk van de plafonds. Hier ziet u het trappenhuis in Huis van Brienne. Dus in Lodewijk de 14e stijl. En zo'n trappenhuis neemt in dit soort huizen vaak een heel belangrijke plaats in. Het is vaak een sturende plek voor de blik van de bezoeker. En vaak wordt die centraal in de gang geplaatst of terzijde daarvan. Het trappenhuis in Huis van Brienne heeft heel fijn gesneden balusters. U ziet ze hier in detail ook. En kenmerkend voor die Lodewijk de 14e stijl zijn dit soort afhangende draperieën, die je hier ziet, onder de leuning, met daaraan dit soort kwastjes. En ook dit soort geheel symmetrisch opgezette patronen. We komen ze op volgende afbeeldingen nog tegen. En hier ziet u het hoogtepunt van het interieur van de zaal, is de zaal van het Huis van Brienne. De zaal in het achterhuis, over de volle breedte van het pand met uitzicht over de tuin en het tuinhuis. Nou, en ook hier zie je weer een strakke wandgeleding met houten lambriseringen, houtsnijwerk, waar tussen de wanden zijn opgevuld met olieverfschilderingen op doek. En centraal geplaatst is deze enorme imponerende schouw in marmer uitgevoerd met de spiegel daarboven. De schouw en de spiegel zijn ook weer symmetrisch van opzet. Heel kenmerkend zijn de holle
en bolle vormen die in die schouw zitten en elkaar steeds afwisselen. En de enorme rijkdom van de profileringen die door de beeldhouwer zijn aangebracht. Ook op kleine schaal vindt die stijl navolging. Zelfs in geveltoppen in Friesland komen die Lodewijk de 14e motieven veel voor. Hier ziet u twee panden uit het bezit van de vereniging. Links een huis in Vraneker. En dan moet u kijken naar de geveltop. Beneden is 19e eeuws, maar de geveltop heb ik het dan over. En rechts ziet u de gevel van een huis in Makkum in het bezit van de vereniging. En ook hier zitten weer die rijke Lodewijk de 14e details. De Lodewijk de 14e stijl is sterk aanwezig in Friesland. En dat heeft onder andere te maken met het Friese stadhouderlijk hof die in die tijd hun paleizen in Leeuwarden laten vernieuwen. En daarbij bijgestaan worden door een soort van Friese Marot, zou je kunnen zeggen. Een zekere Jean Coulon. En die ook weer in Friesland dus veel navolging kreeg. Vanaf omstreeks 14, omstreeks 1740, onder invloed van Frankrijk, komt ook de Lodewijk de 15e of Rococo-stijl tot bloei. Het is niet zo dat er echt een punt is aan te wijzen van we gaan schakelen met z'n allen over van Lodewijk 14 naar Lodewijk 15. Die stijlen die blijven ook enige tijd naast elkaar bestaan. Maar in Nederland vanaf omstreeks 1740... raakt die nieuwe stijl steeds dominanter. En ook bij deze stijl spelen prenten een belangrijke rol. Het is een stijl die heel ornamenteel is en die vooral in de decoratieve kunsten tot bloei komt. Beeldhouwers, beeldsnijders, meubelmakers, die lopen voorop. Gevolgd door stukwerkers, zilversmeden, etc. En in architectuurtermen verandert er eigenlijk aan onze gebouwen en huizen heel weinig. Alleen het ornament wijzigt zich. De stijl die wordt gekenmerkt door nadrukkelijke asymmetrie. Grillige, fantasierijke, organische vormen. Alles is veel speelser en lichter. En dat ziet u hier heel goed in dit ontwerp voor een bovendeurstuk. Het geheel is nog wel symmetrisch van opzet, maar daarbinnen zijn de ornamenten asymmetrisch. Hier ziet u een zogenaamde rocaille. Dat is een ornamentvorm afgeleid eigenlijk van schelpen. En die is asymmetrisch gemaakt. En ook deze rocaille is asymmetrisch. En de opzet van het geheel is symmetrisch, maar het ornament links is anders van vormgeving dan het ornament rechts. En het is allemaal veel speelser en lichter dan de Lodewijk de 14e stijl die we net hebben gezien. Nou, men spreekt in die tijd zelf nog niet over Lodewijk 14 of Rococo. Men heeft het dan over ornamenten naar de nieuwste zwier of gebogen op differente wijze. Dus vooral als tegenstelling tot de bestaande Lodewijk de 14e ornamenten. In de eerste periode van de Lodewijk de 15e stijl is het allemaal nog wat zwaar en wat overladen. Dan sluit het dus nog aan bij die Lodewijk de 14e, maar in de loop der tijd wordt het steeds lichter en steeds speelser en steeds eleganter. Nou, die stijl die verspreidt zich allereerst in luxe voorwerpen, zoals zilver en porselein. En het is vooral in het interieur dat die stijl zich leent voor allerlei ornamenten. Op stucplafonds, op schoorsteenmantels, op deuren, op lambriseringen, buffetkasten, trapbalusters, spiegels, consoletafels, etc. Links ziet u een stoel in rococo-stijl uit de collectie van de vereniging in huis Bartolotti. In het midden ziet u schouwontwerpen. En dat zijn Franse prenten. De onderste is een Nederlands ontwerp van zekere Jean-Baptiste Savry. En het leuke is dat je hier ziet dat de opdrachtgever de keuze kreeg tussen een ontwerp in links Rococo-stijl en rechts later Lodewijk de 14e stijl. Dus die stijlen stonden enige tijd ook echt wel naast elkaar. En rechts ziet u een zilveren kandelaar
in rococo-stijl uit de collectie van het Rijksmuseum. Een vroege toepassing van de rococo of Lodewijk XIV stijl in het bezit van de vereniging is het Huis Timmerman in Monnikendam, lange tijd het raadhuis van Monnikendam geweest, maar het gebouwd als een particulier woonhuis voor de familie Timmerman. En dat heeft in het exterieur een enorm overladen rococo-ornatiek. U ziet hier de dakpartij in hout uitgevoerd door een houtsnijder. In vroege rococo-stijl, dus nog heel zwaar overladen. Maar als je gaat kijken in detail naar de ornamenten, bijvoorbeeld hier rechts naar een ornament onder de daklijst, een console, dan zie je dat het asymmetrisch van vorm is, dat het alle kanten opkrult en dat er een soort van koraalmotief zelfs is toegepast. Verder zijn dit een soort van bladeren van de acanthus en daar overheen zijn een soort van koraal is daar overheen gedrapereerd. Nou, diezelfde motieven die kom je ook weer tegen in het interieur van dit huis. In de stucplafonds, op de schoorsteenmantels, de deuren, et cetera. Er is een grote overeenkomst dus tussen exterieur en interieur. En daar moet één samenhangend ontwerp achter hebben gezeten. Hier zie je dan dat interieur van het huis. Een stucplafond met asymmetrische acanthusbladeren, rokkailles of schelpen. Ook heel kenmerkend zijn de zogenaamde C-krullen. Die zie je hier. De C-krullen, de S-vormen. Zelfs zeekraal en zeepaardjes zijn hier in het stukwerk verwerkt. Maar alles is lichter geworden en speelser van uitvoering dan bij de Lodewijk de XIV stijl. Het is nog steeds symmetrisch van opzet, maar asymmetrisch in de uitwerking. Dat zie je bijvoorbeeld hier in het ornament hier. Dit krult asymmetrisch, terwijl het geheel wel een symmetrische opzet heeft. Soms vinden we sporen van de stukwerker, zoals hier in een huis van ons in Dordrecht, waar je de ondertekening ziet van dit soort stukwerk. De stukwerker die schetste het eerst in de grove kalk voordat hij het ging boetseren in de natte, fijnere specie. Het huis in Monnikendam is ook bijzonder vanwege de wandafwerking. Doordat in die zaal de oorspronkelijke wanddecoratie is bewaard gebleven. En dat heeft een zogenaamde goudleerbespanning. En ook in die bespanningen kan je de verschillende Lodewijk-stijlen herkennen. En deze is dan in de Lodewijk de 15e rococo-stijl. Andere mogelijkheden waren vloer d'Utrecht. Hier ziet u een voorbeeld van een vloer d'Utrecht-bespanning in de fundatie van Renswoude in Delft, in rococo-stijl. En linksonder een zijde damastbespanning in Huis Bartolotti. En rechts beschilderde wandbehangsels op linnen in een huis in Dordrecht van de vereniging. Er is veel aandacht tijdens de rococo-tijd voor allerlei exotische afbeeldingen voor vogels, zoals je hier ziet. En op de volgende afbeelding voor chinoiserieën. Dit is in buitenplaats Sparrendaal in Driebergen, waar chinoiserieën zijn toegepast als bovendeurstuk. En die zijn dus hier gevat in een omlijsting helemaal in rococo-stijl. Je ziet dat prachtig in dit ornament. Maar een van de mooiste rococo-zalen van Amsterdam is die van Huis Bartolotti, het kantoor van de vereniging, dat u kunt bezoeken als museumhuis. En daar werd in opdracht van de walvisreder Jan van Parelink in 1755 een prachtige zaal gemaakt, waarbij het houtsnijwerk in volledig mahoniehout was uitgevoerd. En het heeft ook stukwerk van enorm hoge kwaliteit. Hier ziet u iets van het detail van het houtsnijwerk. En daar ziet u weer die rococo-ornamentiek met asymmetrische rokkaillen, krullen, C-vormen. Kenmerkend is ook, zijn de korenaren die hierin zitten verweven. Het is hier nog redelijk zwaar van vorm. Planten en bloemmotieven die zijn ook heel populair. En hier ziet u het stukplafond van dezelfde zaal. Heel fijn uitgevoerd.
in Lodewijk XV stijl. En in het midden een schildering door Julia Büttner, dat voorstelt vrede, eenheid, vrijheid en voorspoed. Vanaf het midden van de 18e eeuw komt het neoclassicisme op, waar een van de vormen de Lodewijk XVI stijl van is. In Holland gebeurt dat vrij laat, dus pas vanaf zeg 1765, 1770. En dat gebeurt in navolging van ontwikkelingen elders in Europa en met name Frankrijk. Links ziet, of hier op deze afbeelding ziet u bijvoorbeeld in Frankrijk de Place de la Concorde in Parijs. En die dateert al uit 1753, 1755, terwijl wij dan nog in Nederland volledig in de rococo-periode zitten. En rechts op het plein zie je grote gebouwen in een strenge stijl, geheel geïnspireerd op de klassieke oudheid. Die rococo-stijl werd geassocieerd met Madame de Pompadour, de maîtresse van Lodewijk XV. En die werd steeds meer als decadent gezien. En daartegenover plaatste men eigenlijk het ideaal van de eenvoud en van de klassieke oudheid. En dat zie je dus hier op deze afbeelding, die gebouwen daar rechts, geïnspireerd op de klassieke, de bouwkunst van de klassieke oudheid. In vergelijking met het rococo is er dan in de ornamentiek sprake van een verstrakking van het ornament en van de herleving van allerlei klassieke elementen zoals zuilen, pilasters, frontons en dergelijke. Maar die opleving van die interesse in de oudheid, de Romeinen en de Grieken, die wordt vanaf het midden van de 18e eeuw sterk beïnvloed door de opgravingen die dan gedaan worden, de spectaculaire opgravingen in Pompeji en Herculaneum in Italië. En daarmee komt men opnieuw in aanraking met al die ornamenten van de Romeinse oudheid. En die blijken eigenlijk bij die opgravingen veel gevarieerder te zijn dan men had gedacht. En onder andere in de gravures van Piranesi, waar u hier een voorbeeld van ziet, worden dat soort ornamenten in al hun details uitgetekend en verspreid. Tegelijkertijd zijn er ook opgravingen in Griekenland. Het is voor het eerst dat men naar Griekenland gaat. Die geven juist een beeld van klassieke eenvoud. En dat beeld wordt gepopulariseerd door de archeoloog Winkelman. Die karakteriseert de kunst van de Grieken als edele eenvoud. En dat beeld werd weer geassocieerd met soberheid en met de kenmerken van de Griekse democratie. De zuiverheid en de morele kracht van die Griekse democratie. Nou, en internationaal leidt die interesse voor die klassieke oudheid tot het streven om gebouwen te zuiveren van die rococo, die als decadent werd gezien, en al het overbodige ornamentiek weg te laten en daartegenover die edele eenvoud van de klassieke oudheid te stellen. Nou, het voorbeeld daarvan in Nederland is het stadhuis van Groningen, dat gebouwd werd na een uitgebreide prijsvraag. Die werd opgesteld door Petrus Kamper, een hoogleraar aan de Groningse Universiteit. En hij had een prijsvraag uitgeschreven waarin de kenmerken van dit gebouw waren vastgelegd, zoals er moest voor het eerst in Holland zo'n zuilenportico worden gemaakt. Daarvoor kwam dat nog niet voor. We gebruikten pilasters, dus dat zijn zuilen in het platte vlak. Maar hier wordt voor het eerst een echte klassieke zuilenportico toegepast, zoals in een klassieke tempel. Nou, in Holland wordt deze architectuur met de klassieke oudheid geassocieerd, maar ook met de architectuur van onze Gouden Eeuw, de tweede helft van de Gouden Eeuw, van de 17e eeuw, met de architectuur van Jacob van Kampen en Pieter Post. Dat is het Hollands klassicisme. En die stijl, dat was de stijl van de bloeiperiode van de Hollandse Republiek. En aan het eind van de 18e eeuw grijpt men daarop terug. Dus in Holland is er zowel een nationaal aspect aan deze stijl als een internationaal aspect. Hier ziet u een voorbeeld uit het bezit van de vereniging. Een van de meest monumentale hofjes die we in ons land hebben. Het
het Tijlershofje in Haarlem, gebouwd naar ontwerp van Leendert Viervoont, die ook de beroemde ovale zaal van Tijlers Museum heeft ontworpen. Dit ontwerp dateert uit 1780, 1784. Zo vanaf ongeveer 1765 komt deze stijl in Nederland sterk op. En hier heb je ook weer dus een voorbeeld van de vrijstaande zuilen. Ook in het klein wordt die stijl gevolgd. Hier wat voorbeelden uit het bezit van de vereniging. Links een huis in Edam en rechts twee huizen in Middelburg uit 1785. Vaak gaat het hierbij om verbouwingen en moderniseringen van oudere huizen. En kenmerkend voor die Lodewijk XVI stijl zijn, zoals u links ziet, het fronton of rechts de rechte daklijsten, de toepassing van allerlei guirlandes, ik zal dat zo in het detail laten zien, klassieke pilasters, rechte lijsten. Nou, ook hier weer komt die stijl tot uiting in de meubelkunst, links een stoel, interieurontwerpen, in het midden ziet u een ontwerp voor een deurpartij, en in allerlei luxe producten, zoals rechts een kandelaar. Een van de mooiste voorbeelden uit ons bezit is de eetzaal in het huis van Brienne, de eetkamer uit ongeveer 1782, toen de Van Brienne's dit huis betrokken en gingen verbouwen. En hier zie je ook weer zo'n Lodewijk XVI interieur waarin alle onderdelen op elkaar zijn afgestemd. Bijvoorbeeld het houtsnijwerk van de deur met dit soort rosetten. Die ziet u ook in het marmerwerk van de schouw zitten. In houtsnijwerk vindt u boven de deur een bovendeurstuk met allerlei laurierbladeren, een laurierkrans, opgehangen aan strikjes. Nou, die vind je ook boven de spiegel. En in het plafond vind je weer die rosetten. En heel kenmerkend zijn de naar binnen klappende hoekjes met rosetjes daarin. Die zitten ook weer in de bovendeurstukken. Dus de motieven zijn allemaal op elkaar afgestemd. En hier ziet u ze in detail. Heel kenmerkend voor die Hollandse Lodewijk XVI stijl is het op grote schaal toepassen van dit soort strikjes. In huis van Brienne bleef ook de wandbespanning uit die tijd bewaard in zijde damast. Maar voor wandafwerking kon je ook nog kiezen voor goudleer. Dus in dezelfde materiaal veranderden de stijlen wel. Hier ziet u een goudleerkamer in de rentekamer van het Weeshuis in Schiedam. En die is in Lodewijk XVI stijl. Let op deze schouw in Lodewijk XVI met die guirlandes die afhangen. En dit soort draaiende linten rond stammetjes. Dat is ook heel kenmerkend voor Lodewijk XVI. En met daartussen kleine speelse bloemetjes. Een andere vorm van wandafwerking waren geschilderde behangsels. Dat loopt dus ook de hele 18e eeuw door. En hier ziet u Huis van IJsinga in Leeuwarden, wat twee kamers heeft met dit soort geschilderde behangsels. En u ziet links een portret van de familie van IJsinga in hun eetkamer met op de achtergrond dat geschilderde behang, dat later verdwenen is en dat door de vereniging recent voor een deel is gereconstrueerd. Ook opkomend in deze tijd van de Lodewijk XVI stijl is aan het eind van de 18e eeuw is het papierbehang. Dat begint ook tot de mogelijkheden te behoren. Dat wordt natuurlijk een rage in de 19e eeuw, maar aan het eind van de 18e eeuw is er ook al wel papierbehang in ons land toegepast. Het is heel zeldzaam, er is nauwelijks iets van bewaard. En hier ziet u een stukje papierbehang in huis Bartolotti dat hier gevonden is uit die tijd. Nou, als laatste voorbeeld, voor ik afsluit, wilde ik u de Lodewijk XVI zaal laten zien in Huis van IJsinga. Ook een museumhuis dat u kunt bekijken in Leeuwarden. Dat huis werd gebouwd tussen 1779 en 1781. Dus de bloeiperiode van de Lodewijk XVI stijl. En het huis werd pas iets later voltooid, in 1805. En het werd gebouwd voor een van de rijkste, voornaamste Friese regenten uit deze tijd, Frans Julius van IJsinga. En dat heeft deze fenomenale zaal, waarin je deze schouw ziet met die afhangende guirlandes gebeeldhouwd. Een strenge
wandgeleding met pilasters die doorlopen in de koof van het stukplafond. Het heeft een damastbespanning. En die pilasters die geleden eigenlijk de ruimte als een soort van klassieke zuilen. En die lopen dus door in het plafond. En hier ziet u dat prachtige stukplafond in zijn volle glorie met zijn toch nog wel zware lijsten. Met naar binnen klappende hoekjes, dat liet ik u al eerder zien. Met dit soort lauwerkransen en dit soort smalle bloemmotieven die over de lijsten zijn gedrapeerd. Maar kenmerkend zijn ook vaak allerlei soorten blad. Dus laurier, eikenblad, hulst. En in dit plafond zitten allerlei muziekinstrumenten verwerkt. Waarschijnlijk heeft het te maken dat men wel muziekuitvoeringen in deze zaal gaf. Dat is het laatste interieur wat ik u wilde laten zien. En daarmee zijn we door de hele 18e eeuw gegaan in vogelvlucht. En als laatste nog even een kort overzichtje. Een ABC'tje van de Lodewijkstijlen, waarin u ze naast elkaar heeft staan. Dus als we even recapituleren, dan ziet u links de Lodewijk de 14e stijl, met een deur in huis van Brienen. Gekenmerkt door symmetrie en ook symmetrisch ornament. Vrij zwaar, met krullen, draperieën, acanthusbladeren, ruitpatronen. En in deze tijd, denk aan die blauwe kamer van de kleuren in huis van Brienen. Kleur en contrastrijk. Kleuren als paars, roze, blauw, groen, geel. Die werden in die tijd veel toegepast. In de Lodewijk de 15e periode zie je, wordt alles veel eleganter. Het blijft, de opzet van het interieur en van het ontwerp blijft symmetrisch. Maar er wordt asymmetrisch ornament toegepast. Lichte krullen, CNS vormen. Er is veel dynamiek. Het wordt allemaal lichter en speelser, meer wit, rocailles of schelpvormen, plant- en bloemmotieven en ook lichtere kleuren. En dan de Lodewijk de 16e stijl, ofwel neoclassicisme, symmetrisch weer. Ook het ornament is symmetrisch, geometrisch met toepassing van strikken en rosetten, linten, bladranken. De kleuren worden weer lichter, vaak wit, lichtblauw en veel toepassing van goud verguldsel. Daarmee ben ik aan het eind van mijn tour door de 18e eeuw. Ik hoop dat ik u een beetje wat handvaten heb gegeven om stijlen te herkennen. Het is natuurlijk altijd een leuke puzzel om door een stad te lopen en te kijken naar deuren en gevels en te proberen of je de stijlen kan determineren en daarmee ook enigszins een datering aan een gebouw kan geven. Ik zou u uit willen nodigen om dat te proberen te doen in de stad of op bezoek bij de panden van Hendrik de Keizer. Zijn er misschien vragen? René, kan jij de mute